Hier zie je mensen sprinten en dat is een enerverend gebeuren. Mensen doen hun best om in een hele korte afstand zo snel mogelijk te lopen. Welkom bij de KGT1 5.2 Biocast. Dat gaat over de samenhang en hoe je kunt gaan trainen voor de sprint. Je gaat hier leren een eenvoudig onderzoek op te zetten en uit te voeren en je kennis over spieren, botten en gewrichten te gebruiken daarbij. Hier zie je iemand starten bij een sprint en kijk naar zijn benen, er komt heel wat kracht bij kijken. En dan zou je natuurlijk krachttraining kunnen doen. Maar of dat nou handig is, dat zou je willen weten. Dan moet je een onderzoek doen. Kijk, hier zie je ongetrainde en getrainde spieren. En als je een onderzoek gaat doen, je gaat dingen vergelijken, dan maak je twee groepen. Eén groep. Elke groep laat je elke dag een sprinttraining doen, want dat willen ze tenminste, sprinten. Maar de een laat je wel krachttraining doen, maar de andere groep laat je geen krachttraining doen. En dan kun je zo'n soort tabel maken. Voordat je dat deed en nadat je dat deed, neem je de tijd op. En dan kun je het verschil bepalen. Het verschil in seconden is bij Peter 0,6 seconden, bij Ahmed 0,5 en bij Vins 0,2 en bij Tijn 0,3. Dat betekent, als je het gemiddelde neemt, dus bij elkaar optellen en delen door het aantal, in dit geval 2, dan zie je dat het wel uitmaakt wanneer je krachttraining doet. Dat helpt je. Dan moet je natuurlijk geen blessure krijgen, zoals deze, weet je het nog? Juist, ontwrichting. Uit de kom. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 2.5 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.